Ah, cool, een vordering van de rechter. We moeten al het materiaal van dit filmpje afstaan aan de politie. Met dat Twitterbericht kwam eindredacteur Sjoerd Bootsma van de Friese internetzender Vroeks TV donderdagmorgen naar buiten. Het gaat om een filmpje dat Vroeks publiceerde op haar site. Een filmpje waarin te zien is dat drie mannen vrijdagavond werden aangehouden op het Waagplein in Leeuwarden. Daar geldt een samenscholingsverbod. Toen de mannen van 26, 27 en 29 jaar werden gesommeerd om te vertrekken, ontstond een knokpartij tussen de agenten, de drie Leeuwarders en medewerkers van Stadstoezicht. Laten we eerst maar even naar het met de telefoon gefilmd filmpje kijken. Precies, die man, ik heb niks gedaan. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks van die moroog. Goed zo. Goed kijken. Jullie zijn allemaal één paar jongens. Goed zo, moet de challenge goed zo. Goed gedaan. Kom maar zeker om hoor. Weet ik niet. Weet ik niet. En dat filmpje zou Vroeks nu af moeten staan aan de politie. Wonderlijk als je bedenkt dat iedereen, en dus ook de politie, deze film zo kan downloaden van internet. Journalisten leveren hun beelden bijna nooit in bij de politie of justitie. Als nieuwsmedium wil je natuurlijk niet de cameraman van politie of justitie worden. De kans is dan groot dat je de volgende keer niet meer neutraal je werk kunt doen. De redactie van Vroeks TV heeft dan ook besloten niet aan het verzoek van de politie mee te werken. De beelden zijn nu voor iedereen openbaar op www.vroeks.tv. Het gaat bovendien om beeldmateriaal dat door iemand anders is geschoten. Vroeks beschouwt het daarom niet als haar rechtmatig eigendom.